ik moet even stil worden. Of ik moet even rust vinden. Omdat ik niet geloof in sociologische hype, maar geloof in geestvervulde aanbidding. En ik hoop dat u het onderscheid vanochtend goed kunt zien. Dat ik geloof en ervaar dat Gods geest iets aan het oproepen is. Hij werkt onder ons, in ons, door ons, in deze gemeente. En ik heb een preek voor 3 weken bij me. En het enige wat ik in de afgelopen 3 dagen heb gebeden is: Heer, wat mag ik niet vertellen? Wat is niet voor nu? Michelangelo werd ooit eens een keer gevraagd, ik geloof dat het Michelangelo was. Hoe maak jij toch ooit zo'n prachtig sculptuur? En toen zei hij, ik haal alles eraf. En in dit geval ging het over een paard. Ik haal alles eraf wat niet paard is. En dan blijft het paard over. Dus ik wil eigenlijk alleen maar dat spreken wat God wil dat ik spreek vanochtend. En niet meer, zodat het dat doet wat het vanochtend moet doen. Dus als ik af en toe vanochtend heel even stil ben, dan ben ik niet de weg kwijt. Dan ben ik juist aan het luisteren waar de weg verder gaat. Vindt u dat goed? Ja? Mooi. Ik heb in de afgelopen 3 maanden, in de chaotische stille tijd die ik bij Vlagen heb, heb ik heel Efeze meerdere malen doorgelopen. En Efeze is een bijzonder boek. En ik was begin januari in Las Vegas. Een heel wonderlijk verhaal, wat ik u zeker nog een keer ga vertellen, maar niet voor nu is. En in Las Vegas had ik voor mezelf een cadeautje gekocht, namelijk de Passion Translation, maar dan in boekvorm. Ik merkte dat ik namelijk het lezen, het bladeren, het onderstrepen enorm miste in mijn telefoon. En ik ben dus sinds januari ook Efeze in de Passion Translation aan het lezen. En je weet dat ik daar heel enthousiast over ben. En ik heb zo goed mogelijk geprobeerd om alles in het Nederlands te vertalen. Voor de mensen die dit lastig vinden. Maar er is zoveel over te vertellen. En het belangrijkste wat erover te vertellen is: wake up. God liet me zien, en vergeef me even als ik misschien een heilig huisje raak of iets wat gevoelig is, maar Lucas staat, de geest van de Heere is op mij, ik ben gezalfd om. En het enige wat ik de afgelopen tijd hoor is: Kerk van Nederland, wist je dat je die mantel van Jezus hebt gekregen? Wist je dat je de mantel hebt gekregen waarbij jij mag zeggen: ik ben de gezalfde van de Heer. Zijn geest rust op mij. Ik mag de gebrokenen van hart verlossing brengen. Ik mag de gebrokenen die in de gevangenis zitten vrijheid uitroepen. Ik mag genezing uitspreken. En als ik dit zeg, dan weet ik dat ik uit een heel gevaarlijk hoekje kom. Want ik ga u dit vertellen. U bent krachteloos zonder de relatie met Jezus Christus, als u dit zegt. En u hoort aan mijn stem, we gaan even in de wat serieuzere modus. Komt zometeen wel goed hoor, maak je geen zorgen. Hè? Mensen denken vaak, oh Menno, leuk. Dat is ook leuk. Maar ik bid gewoon oprecht. De wereld om ons heen gaat er niet rustiger op worden. Sorry. De kerk kan alleen nog maar krachtiger worden. En daar ligt de belofte van vanochtend. Als je Jesaja 61 leest, dan zie je daar in vers 6 staan. Als ik dat net heb verteld, hè. Ik zal het nog 1 keer heel kort snel herhalen. De Geest des Heren, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. U bent gezalfd met de Heilige Geest. Zijn kracht rust op u. Want de Geest van God woont u, omdat u ja heeft gezegd tegen Jezus Christus. Punt. Zit niks tussen. Dit is het. Zodat wij gezonden zijn om een blijde boodschap te brengen. Om te verbinden gebrokenen van hart, et cetera. En dan staat er in vers 6, gij zult priesters des Heren heten. Wanneer is het de laatste keer geweest dat u tegen uzelf zei, ik ben een priester van God? Ik heb het niet zo vaak tegen mezelf gezegd. En het mooie is dat Jesaja, een paar honderd jaar voordat Jezus dit is, 500 jaar geloof ik, dat profeteert.
En wat ik zo mooi vind is dat je ziet in onze gemeente dat er in dit begin van dit jaar veel profetische woorden zijn langs geweest. Ik ga ze niet allemaal herhalen, maar een van de profetische woorden die er voor mij uitspringt voor de preek van vanochtend is dat Wietse onder andere zei dat de sluier wordt weggenomen. En die sluier gaat over ons Griekse denken. Amen. Toen zat ik vanochtend te denken, ik heb de hele week gebeden, Heer, moet ik het hebben over het Griekse denken. Wat is in hemelsnaam Grieks denken? Zal ik dat anders heel kort even uitleggen, want anders blijft het zo'n vaag begrip en dan hebben we weer zo'n nieuwe term waarvan u zegt, ja, amen, maar ik heb geen idee wat dat betekent. Pak heel even die sheet erbij van het Hebreeuws en het Griekse denken. Het is namelijk essentieel. Hier ligt oprecht een uitnodiging in onze gemeente om op zoek te gaan naar de ogen van Jezus, die zonder dat er een sluier voor staat, rechtstreeks tot de Vader mag gaan. Om alles aan de Vader te vragen wat we hier op aarde vanuit de hemel mogen vrijzetten. En wat hier staat is het Griekse versus het Hebreeuwse denken. Is het Griekse denken is lang geleden ontstaan en ik ben geen theoloog, maar ik ga het toch proberen uit te leggen. Het Griekse denken is eigenlijk heel concreet. Een voorbeeld is als je bijvoorbeeld zegt, ik vraag het gewoon heel even één iemand, wat is dit? Een telefoon. Oké. Wat bedoel ik met dit? Bellen, communicatie, ja. Nou, om een voorbeeld te geven, is een heel flauw voorbeeld, maar het Griekse denken zegt, het is een telefoon, het is een iPhone 10 Pro Max XS 644G, ach, weet ik het? Nee, weet ik het. Maar dat Griekse denken probeert te definiëren wat dit is, zonder mij in relatie te bepalen met dit ding. En dat doen we met auto's, dat doen we met data, dat doen we met cijfers, dat doen we op school. We proberen alles los te koppelen van degene voor wie dat ding misschien wel op dat moment bedoeld is. Het Hebreeuwse denken zou kunnen zijn, hiermee ben ik in staat om mensen om mij heen liefde van God te vertellen. Hoort u het verschil? Het een is wat ik heb, het ander is wat ik ermee kan. Het een is dus concreet, het ander is een passieve beschrijving, actieve beschrijving, onpersoonlijke relatie. Nou, de volgende slide was... Ja, sorry, doe nog maar deze even. Wat ik heel cruciaal vind in dit verhaal is... Oh, doe even die pijl weg nog. U ziet het. Maar wat ik heel bijzonder vind, ik ging er even induiken. En wat ik heel bijzonder vind is, wat je ziet aan het Griekse denken is dat je eigenlijk alleen maar toegerust bent om Grieks te denken als je heel intellectueel bent. Je moet er eigenlijk een universitaire opleiding voor hebben gedaan. Even heel bot gezegd, je kunt pas Latijns leren als je op het gymnasium zit. Dat is het spannende aan het Griekse denken. Het is een bepaalde kracht die je moet hebben, intellect die je moet hebben om het te kunnen bevatten. Daar waar het Hebreeuwse denken eigenlijk gebaseerd is op, ja, het waren boeren, vissers en buitenlui. En zij gingen niet voor wat ze wisten, zij gingen voor wat ze geloofden en wat ze beleefden. En dat was niet meer dan dat. En ik zou u tegen u willen zeggen, in deze tijd waar we nu leven, probeer het niet hier op een rij te krijgen. Maar probeer het gewoon te beleven. Hand in hand, samen met Jezus. En daar ligt de grootste sluier waar Wietse het over had in januari, die weggenomen gaat worden. Want ik ga u dit vertellen, de meningen die we nu ervaren over Poetin, whatever. Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen nog maar harder, het wordt alleen nog maar feller. Maar daar bouwt helemaal niks mee. Het bouwt alleen maar dit, het Griekse denken. En ik ga niet vertellen wat ik vind van het schoolsysteem. Ik ga niet vertellen van dat soort zaken. Maar het Griekse denken zit overal in. Zelfs het beoordelingsgesprek bij u op de zaak of bij jou op school is bij vlagen 100% Grieks. Vinkjes, cijfertjes, nummertjes. Kruis, zet het er maar doorheen. Bam. Nog eentje verder. Wietse zei... In zijn presentatie, mens staat centraal, God is ver weg, gelimiteerd geloofssysteem. Weet u wat mooi is van het geloofssysteem wat wij hebben? God kan aan de ene kant zeggen, ik zal nooit dit of dat doen. En aan de andere kant zeggen, en toch doe ik dit of dit of dit of dat. En dan zeggen we in het Griekse denken, ja zie je wel, God praat zichzelf tegen, het is of. Maar het Hebreeuwse denken zegt, het is en. Maar leer mij kennen om jou uit te leggen wat en betekent. Want zonder de persoon Jezus is het heel moeilijk... om na te denken over wat hij bedoelt te zeggen in zijn woord. Dus Grieks denken is heel makkelijk. Grieks denken is zonder Jezus de Bijbel lezen. En dan proberen daar chocola van te maken. Hebreeuws denken is de Bijbel lezen.
met Jezus naast je, waarbij je de vraag zegt, Heer, wat zegt u hierover? Wat leer ik hiervan? Wat betekent dit voor mij? En ik neem weer veel te veel tijd. God wil de sluier wegnemen. Hebreeën 5. Er staat in mijn vertaling zo'n supermooie zin. Be imitators of God in everything you do. In het Engels of in het Nederlands. Wees een imitator van God. In alles wat je doet. Hey, even terug. De gezalfde des Heren. De geest des Heren is op mij om... Zou dat kunnen betekenen dat dat een taak is en de, misschien wel de opleving is als de kerk daarin gaat wandelen? Zou het kunnen betekenen dat we de Heilige Geest, die we misschien in de afgelopen 100 jaar met ons Griekse denken hebben geprobeerd in een hokje te vatten. Ja, de Heilige Geest is lachen. Of de Heilige Geest is raar. Of dat is vallen. De Heilige Geest. Oké, zullen we dit heel even aan de kant zetten? Want we hebben er net een kruis doorheen gestoken. Zullen we nou eens zeggen, de Heilige Geest is één van de drie ene God die aan ons gegeven is om in kracht deze wereld te veranderen. Dat is de belofte. Er staat in Efeze dat de Heilige Geest aan ons gegeven is als een zegelring. Dat betekent dat we een ring hebben waarmee we bezegeld zijn, zodat we daarmee kunnen laten zien, ik behoor hem toe. Kijk maar. Teken. In het Engels. In het Nederlands, bezet. Wij worden in Efeze ook genoemd de bruid van Christus, het lichaam van Christus. En ik ga u aan één verhaal meenemen. En ik hoop dat dit verhaal... Heilige Geest, doet u maar gewoon de rest. Ik las aan het lezen en ik las in Efeze 1 en de omslag van Efeze 1 naar Efeze 2. Die zegt in het Engels, en nou wij, zijn kerk, zijn lichaam op aarde. En dat wat hem vult, vult het lichaam. Nog een keer. Wij, zijn kerk... Zijn lichaam op aarde en wat hem vervult, vervult ons. De geest des Heren is op mij. Dan vervult hij ook ons. Sterker nog, de Heer Jezus zegt, en die woorden die parkeren we, ik parkeer die woorden heel vaak in mijn hoofd, jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Ik zeg je heel eerlijk, ik zit nog steeds aan de kleinere kant. Voorlopig doe ik nog de kleinere dingen dan Jezus heeft gedaan. En ik wil u meenemen, daarna staat er namelijk in Efeze 2, en his fullness fills you. Zijn volheid vult jou. Zelfs even though you were once like corpses, dead in your sins and offenses. Wij zijn het lichaam. Ik hoop dat u mij wilt en kunt volgen. Wilt u uw Bijbel even slaan naar Ezechiël 37. En dit is de boodschap die ik voor vanochtend voel. Ezechiël 37 is een super cruciaal stuk profetie wat vaker genoemd is. Maar vanochtend gaat dit woord over ons. Dit woord gaat over de kerk in de wereld. De hand des Heren kwam op mij. Hé, daar is die weer. En de Heren voerde mij in de geest naar buiten, zette mij neer in een dal en het was vol met beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid en zie, ze waren zeer dor. Dor betekent uitgedroogd, geen kans, gaat hem niet meer worden, zit geen leven meer in. Hij zeide tot mij, mensenkind, dus niet engelen, dus niet gij heiliger. Hij zegt, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? Ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij, profeteer over deze beenderen. Zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u, gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu, dat mensenkind, profeteerde zoals mij bevolen was. Zodra ik profeteerde, ontstond er geruis, zie een beweging en beenderen voegden zich aan één, zoals ze bij elkaar behoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op het vlees en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest,
Profeteert, mensenkind, en zegt tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaast in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voorts zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis Israëls. En daar stopt het even. Nee, ik ga nog heel even door. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg ik tot hen, zo zegt de Heere, ik zie, ik open uw graven. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land Israël. Ik denk, ja, maar dit gaat over Israël, Menno. Klopt. In Efeze staat dat de Heer Jezus een Jood en niet-Jood scheidslijn heeft weggenomen. En dat wij gezien worden in één geheel. Waarom noem ik dit? Ik noem dit omdat in Efeze staat, nogmaals, ik heb Efeze bestudeerd, dus ik haal daar nu even mijn basis vandaan. In Efeze staat, en dat heb ik vorige week gelezen. Efeze 5. Arise, you sleeper. Rise up from your coffin. And the anointed one will shine his light into you. Word wakker, slaper. Rijs op uit je doodskist. En de gezalfde zal zijn licht over jou doen schijnen. Meerdere woorden, ook de van Jibril, hebben laten zien dat het tijd is voor actie. Weet u het woord van Jibril nog? Het woord van Jibril ging erover. Pak dat sheetje er even bij als je wil voor mij. Strijd, de goede strijd. Hij had het over vergeving, geroepen. We zijn allemaal geroepen zoals Jozua. Controle, doorzetten en confronteren. Weet u dat nog? Dat was het verhaal van die vijf koningen. Waarvan die volkeren achterna werden gezeten. Want alles moest weggenomen worden. Want als je er nog eentje zou overlaten, zou het net als zuurdeeg zijn. Die zou weer dat hele ding verrotten. Alles moest weggenomen worden. En op het laatst werden die vijf koningen ten overstaan van de rest. En sorry jongens, dit is niet het leukste woord van vanochtend. Maar die werden gedood. Om daarmee aan de hemelse gewesten en op aarde te laten zien. Over. Finished. Weet u, als kerk mogen we opstaan om in de kracht van de Heilige Geest geestelijk gevecht aan te gaan. Ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Wat Jubriel zei is, wat jij niet controleert, controleert jou. Hij zei daarbij, als je niet af en toe autoritair confronteert en zegt, en nou trek ik een streep, en nou is het klaar, hier ga ik niet meer in mee, dan is de kans dat het jou gaat controleren. En laten we wel wezen, zet het nieuws aan en in 3 minuten kun je redelijk gedeprimeerd achter je buis zitten. We kunnen de wereld laten vertellen wat ons hart van binnen moet voelen, of wij kunnen ons hart aan de wereld delen om te vertellen wat de wereld moet voelen. En ik denk oprecht, kerk van Jezus Christus, Rafael Amersfoort, deze familie, rise up. Ik ook. Rise up. Ik heb deze week op meerdere manieren gevraagd, Heer, help me om op te staan, help me om op te staan, help me om op te staan. Want Efeze 6, hè, dat is het geestelijke verhaal, Efeze 6 wordt vaak gezegd, we vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Wist u dat we niet vechten tegen Poetin? Poetin is niet het probleem. Het probleem is de grotere machten die erachter zitten, die proberen controle te krijgen op deze wereld. Maar Jezus. Maar Jezus. Hij komt terug in majesteit en macht. Hij gaat alles omkeren. Hij heeft beloofd, ik zal alles rechtvaardigen wat er mis is gegaan. Ik doe dat nu al door jullie heen, maar ik zal straks elk onrecht doen. En ik was hiermee bezig en woensdagmorgen was ik ervoor aan het bidden. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik voelde vet verdrietig van binnen. En ik voelde van binnen dat ik de pijn en het verdriet van Jezus voel. Denk je dat Jezus makkelijk op zijn troon zit op dit moment?
Denk je dat Jezus zit te wachten? Nou, eens even kijken wat er nou allemaal gebeurt. Nou, God, wat denkt u ervan? Jezus zit vol pijn, afschuw, te kijken naar wat er op aarde gebeurt. Maar wacht tot dat ene moment waarop hij alles mag rechtzetten. En het zal niet lang meer duren. Maar misschien is de pijn van Jezus ook wel, kinderen van God, ik heb jullie alles gegeven, wanneer ga je het gebruiken? Misschien is de pijn wel kerk van Jezus Christus, bruid van mij, waar ik straks voor terugkom. Wanneer, als alles je is gegeven, ga je alles vragen om uit te delen aan de mensen om je heen. Amen. En dit is niet een boodschapje, leuk, en morgen gaan we weg. Dit is een boodschap die God herhaalt en herhaalt in onze gemeente. Hij zei het door Martin Kornstra. Willen we groeien? Willen we, wat zei hij nou? Even kijken of ik het snel kan vinden. Ik heb een sheet. Martin Kornstra zei, grootheid van mijn vader. Hij gaat verlangen naar groei. Ik wil eigenlijk op dit moment eigenlijk alleen maar heel eventjes gewoon even stil zijn. En even de Heilige Geest uitnodigen, want ik kan praten als brugman. Maar Geest van God, ik vraag gewoon op dit moment. Naar verlangen, naar groei en intimiteit. Want het belangrijkste, en dan hou ik mijn mond even. De plaats van autoriteit is niet door als een debiel met je zwaard rond te gaan zwaaien. De plaats van autoriteit is naast Jezus. Met hem, in hem, door hem. Want hij heeft alle macht en kracht gekregen. Het is vanochtend gesproken uit Hebreeën. Hij is gesteld boven alle overheden en machten. Daar ligt onze overwinning. Heilige Geest, ik bid op dit moment gewoon. En Peter, wil je heel even komen? Heilige Geest, ik wil gewoon op dit moment bidden. Wilt u gewoon op dit moment komen? Ik wil gewoon uitbidden dat mijn woord niet een woord is, maar dat het een zaad is. Ik wil uitbidden, Heilige Geest, dat we op dit moment gewoon honger en dorst ontvangen uit de hemel. Openbaring krijgen, ja? De Geest des Heren is op ons. En de Geest is ook de geest van wijsheid en openbaring. Ik spreek het op dit moment over ons uit. Dat we daarin wandelen, dat we dat ontvangen en dat we daarin u mogen zien. Jezus. Jezus. Welkom hier. De hele week dit lied in mijn hoofd. Heilige Geest, wees welkom hier. Kom en verander nu de atmosfeer. Mijn hart verlangt ernaar bij u te zijn. Overweldigd door uw aanwezigheid. Uw aanwezigheid. Heilige Geest, we geven u echt de ruimte. Kom. Ik wil dit niet doen omdat we het horen. Ik wil het niet doen omdat we het bedenken. Ik wil het doen omdat het op uw agenda staat. Omdat u het in ons, door ons en met ons wilt doen. Ik wil het doen omdat u zegt dat degene die in ons is groter is dan die in de wereld is. Ik wil het doen omdat uw woord zegt, Heer, dat alle macht in hemel en op aarde aan u gegeven is en onder uw voeten zit. Heer, u bent zo goed.
Heilige Geest, wees wel. Nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Yes, 'cause it's your presence, I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Oh, your presence, Lord. Als je me wil uitnodigen, zing dan gewoon mee. Heilige Geest, wees welkom. Geest, wees welkom hier. Kom en verander nu de atmosfeer. Het hart verlangt ernaar bij u te zijn. Overweldigd door uw aanwezigheid. Zing nog een keer, Heilige Geest, wees welkom hier. O, kom en verander nu de atmosfeer. Het hart verlangt ernaar bij u te zijn. Overweldigd door uw aanwezigheid. Is waar we naar verlangen. Jezus. Uw aanwezigheid is waar we naar verlangen. Om te ervaren nu de kracht van uw liefde. Uw aanwezigheid is waar we naar verlangen. Om te ervaren nu de kracht van uw liefde. Nog een keer. In uw aanwezigheid. Waar. Van uw liefde. Aanwezigheid. Te ontvaren. Kracht. Iemand die meer Gods nabijheid voelde nu dan misschien 10 minuten geleden. Zet je hand eens op. Okay. Heer, en dit is wat we verlangen. Weet je? Het enige wat ik verlang voor deze kerk, en dat ontroert me, is gewoon een aanraking. Ik wil niet dat deze kerk vult met mensen die het al weten. Ik wil dat deze kerk gaat met mensen die het doen. Ik verlang er gewoon naar, Heer. Ik wil gewoon zeggen, kom maar, Heer. En als het oncomfortabel voor je is, dan zeg ik gewoon, vertrouw hem. Vertrouw hem. Heilige Geest, u bent zo welkom, Heer. Niet alleen nu, maar ook straks en morgen. Vanavond bij Arrows en deze week, Heer. In alles wat we doen. Heilige Geest, we willen, we kunnen niet zonder u. En we willen vergeving vragen voor onze Griekse manier van denken over hoe wij dachten dat u was. En we bidden gewoon op dit moment, Heer, vul ons met een frisse openbaring over de kracht van uw liefde. Over de Heilige Geest zelf, drie-enige God. Jezus.
Heer, u bent het hoofd van de gemeente, wij zijn het lichaam. Heer, we zijn in die dorre dal, zijn we opgericht en we staan. En de geest van God is in ons. En nou mogen we wandelen. En nou mogen we gaan. Heer, de geest is Heer, Heer is op mij, ik ben gezalfd. Heer, en daarna wil ik gewoon uitspreken dat het over ons gaat. Ik wil eigenlijk gewoon vragen of de ministry team naar voren wil komen en gewoon rechts wil gaan staan. Want ik weet zeker dat er mensen zijn die vanochtend zijn aangesproken. Of die vanochtend zeggen, maar die ketting. Maar die cel. Kom naar voren, laat je voor je bidden. Zijn er bijna mensen, maar ik voel dat God nog iets wil doen. Shila matushitiya maramakishantuna. Shuti shiti matushishiyotu matukayera mashut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 
Snel op ingaan. Ik heb een nieuwe Bijbel gekocht. Ik heb een nieuwe vertaling genomen. Zodat het woord opnieuw even tot me spreekt en niet in de oude taal, waardoor het een gewoonte is, een herhaling, een thema is geworden, waardoor ik het fris kan eten. Zullen we gewoon vandaag declaratie doen dat we zeggen, dit woord ga ik deze week opnieuw openen. En vraag aan God, wat spreekt u daarover? Ik gebruik daar heel vaak de app voor van YouVersion. En dan heb je ook de Passion Translation. Daar heb je alle Engelse vertalingen die je wil. Nederlandse vertaling, basisbijbel, alles zit erin. Maar pak een vertaling. En van mijn part begin je ook bij Efeze 1. En je leest totdat God je iets highlight. En dan ga je bidden. Heer, wat wilt u erover zeggen? Wat wilt u erover over doen? En voor de een is dat het ene woord, voor de ander is het andere woord. Maar laten we als gemeente beginnen met het woord serieus te nemen. Want als het woord niet serieus nemen, nemen we ook zijn kracht niet serieus. Want dan geloven we het niet. Dus ik wil gewoon een declaratie doen. Zullen we met elkaar, en als je dat wil, zeg je zo meteen ja. Zullen we met elkaar afspreken dat we opnieuw een vertaling zoeken? En misschien is het wel die heel oude, hè? Ik zeg niet dat het nieuw moet zijn, maar een vertaling waarop we zeggen, Heer, ik wil weer dat het woord me raakt. Ik wil dat ik het begrijp en dat het mijn geest aanzet en niet mijn denken. Zullen we daarin voor deze week stappen zetten om daarin te gaan wandelen? Wie zegt er amen op? Zullen we dat doen? En lieve mensen, Jezus werd aangeklaagd voordat hij in het tabernakel kwam en Jesaja 61 las. Weet je wat er gebeurde daarna? Exact hetzelfde. Wie denkt hij nou wel niet dat hij is? Kan hij de zoon van God zijn? Hij werd daarna direct in zijn identiteit aangevallen. Dus wat is de kans als u het woord gaat lezen? De kans is heel groot dat u in uw identiteit aangevallen gaat worden. Wie denkt jij nou wel niet dat je bent dat je even je bijbeltje oppakt? Nee, dit is geen grap. Dit gaat gebeuren. Wie denkt jij wel niet? Na al die jaren kom jij even met je bijbeltje aan? Nee, ik ben een kind van God. Dit is zijn woord. Ik ga het tot me nemen. Jij bent stil en ik word luider. En dat is wat er gaat gebeuren. Amen. Goed zo. En lees dan Efeze 1, 2, 3, 4, 5, 6. En als je het niet beter weet, ga je heerlijk naar de psalmen. Maar vraag God, Heer, spreek. Help mijn geloof op te bouwen. En het tweede en het laatste punt is, wij zijn de gezalfde des Heren. Laten we dat even nazeggen. 1, 2, 3. Wij zijn de gezalfde des Heren. Zijn geest rust op ons. Hij heeft ons hiervoor bedoeld in Efeze 5. Be imitators of God. We mogen het nadoen. Tot het zielige toe. Dat je denkt, maar we gaan het doen. Amen. Heer, ik bid dat uw geest met ons meegaat.
bid dat het verklaring die we vanochtend gezegd hebben over het woord van God, dat we dat gaan doen. Op onze app, onze tablet en onze Bijbel, misschien wel in die hele oude Statenvertaling met fantastische mooie platen ernaast. Heer, dat maakt niet uit, maar ik vraag u, Heilige Geest van God, maar ik weet in overtuiging dat u het doet. Beweeg als het woord open gaat. Voed ons, vul ons. En ik bid vooral dat we in moed zullen gaan opstaan en gaan zeggen, maar als dit is wat het woord zegt, dan is dat wat ik ga doen. Vanaf nu ga ik het veranderen in Jezus' naam. Dus Heilige Geest, ga met ons mee. Vader God, ga met ons mee dat we bevestigd worden, dat we kinderen van God zijn. Als onze identiteit wordt aangeklaagd, mogen we als kinderen weten dat we een kind zijn van de Allerhoogste. Heer, en dat we dat een vader zijn, dat we een vader hebben. En Heer Jezus, u bent het hoofd van de gemeente. Door u is alles mogelijk gemaakt. Mogen we, als we niet weten wat we doen, altijd zeggen, dank u wel Jezus. Ik aanbid u, ik prijs u, ik verheerlijk u, ik verhoog u, want u bent het waard. Voor altijd en eeuwig. U bent de koning, u zit op de rechterhand. Nog 2 minuten. U zit op de rechterhand, u zit daar rechts, Heer, omdat u over alles altijd zegeviert. Heer, u groeit het niet uit de hand. U bent de koning der koningen. U bent dezelfde. U bent de alfa en de omega. Heer, u bent degene die ons vergeving en genade geeft, elke dag weer. U bent het, niemand anders. Jezus, de eerste, de laatste, de enige. U zit daar, Heer. Heer, en u noemt ons bruid. Dat is het meest gekke. Maar dank u wel dat u ons bruid noemt en ons ziet, Heer, met de ogen van de Vader. Heer, we prijzen uw naam, Jezus. U bent zo goed. U bent meer dan goed. Jezus, we houden van u, Heer. Heer, ga met ons mee. Heer, en rise, wilt u ons helpen om als kerk te risen? Als deze week nog meer nieuws ons bereikt, mogen we nog dieper in het woord gaan. En tegelijkertijd ons gebedsleven oprichten. Om in de hemelse gewesten te zeggen, het is niet zoals God het bedoeld heeft. Dit is hoe God het bedoeld heeft. We gaan geestelijk de strijd aan. In de naam van Jezus. En heel de gemeente zegt, amen. Amen. Amen.